Welkom, kijkers en luisteraars, in dit programma Een Woord van God, dat wij de verschillende religies in Suriname elke avond bij u in de huiskamer mogen brengen via onze nationale zender, de STVS. Ik mag tot u spreken namens het RK-bisdom Paramaribo. Wel, vandaag vieren wij in de kerk, de christelijke kerken, op de 40ste dag na Pasen, vieren wij Hemelvaartsdag. Het wordt niet in alle landen op die 40ste dag gevierd. Vaak wordt het verschoven naar de zondag erop. Dus aanstaande zondag zullen ook wij in onze katholieke kerk, zullen wij het feest van Hemelvaart vieren. En misschien alleen in de basiliek en in andere kerken waar er een dienst is, zullen wij misschien op een eenvoudige manier gedenken dat Jezus teruggegaan is naar zijn vader. Lucas in zijn evangelie eindigt met het verhaal van de hemelvaart van Jezus. En de handelingen van de apostelen in het eerste hoofdstuk begint Lucas ook met de hemelvaart. Lucas heeft dus het evangelie van Lucas geschreven, maar ook de handelingen van de apostelen. Zo zegt hij trouwens, hij begint, mijn eerste boek Theophilus. En Theophilus, wie is dat? Dat bent u en ik. Want Theophilus, hij draagt dat boek op aan Theophilus. En de mensen hebben gedacht, God, wie is er nou Theophilus? Wel, Theophilus wil niets anders zeggen dan hij die God bemint. Theophil. En ja, dus iemand die God bemint. Nou, wij zijn mensen die allemaal, denk ik toch, allemaal God bemint. En trouwens, als wij God niet beminnen, God bemint ons wel. Want Theophil is zowel actief als passief. Hij die God bemint of hij die door God bemint wordt. Hij draagt dat boek dus op aan degene die God bemint. Theophil. En dat bent u dus. En dat ben ik. Hij draagt dat boek dus op aan ons allemaal. En hij zegt heel duidelijk in het eerste boek, dat is aan het einde van het evangelie, dat Jezus teruggaat na zijn aardse zending volbracht te hebben, gaat hij terug naar de Vader. En hij zegt tegen zijn leerlingen, gaat naar de berg Sion, daar zullen wij elkaar ontmoeten. Daar zullen wij elkaar ontmoeten. Op de 40ste dag. En 40 heeft in de Bijbel een diepe betekenis. Het is eigenlijk een tijd van voorbereiding, een tijd van bezinning. En op die 40ste dag zegt Jezus ook tegen zijn leerling, ga terug naar de zaal van het laatste avondmaal, waar wij het laatste avondmaal gevierd hebben. En blijf daar totdat ik jullie de beloofde Heilige Geest zal zenden. De helper die jullie klaar zal maken. Want Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. Op die 40ste dag moeten zij zich terugtrekken en zich voorbereiden op de komst van de Heilige Geest. Die zal komen op Pinkster. En Pinkster is de 50ste dag na Pasen. 7 × 7 + 1. 7 is een heilig getal. 7 × 7 is zeker een heilig getal. En daar voeg je dan nog bij het cijfertje 1. Het cijfer van Jehovah, de God, de schepper van hemel en aarde. Nou, die 50ste dag Pinksteren is de dag van de voltooiing. De dag waarin de Heilige Geest het werk van Jezus Christus zal voltooien. Hij zegt dan ook op die hemelvaartsdag tegen zijn leer, gaat uit over de gehele wereld. Verkondig de blijde boodschap. En doop de mensen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zie, ik zal met jullie blijven tot aan de voleinding der wereld. Welk een belofte voor deze groep kleine mensen op die 40ste dag. En er wordt dus verteld, lieve mensen,
dat Jezus ten hemel werd opgenomen, op de hemel opgestegen is. Laten we, of dat nu precies zo is, weten we niet. Dat weten we niet, want wij moeten wel toegeven dat in die tijd de Bijbel de hemel plaatste heel ver weg van de mensen. Laat ik het dan maar eerlijk zeggen, buiten die blauwe koepel, daarachter is de hemel. Zo dacht men, want de mens heeft altijd, ook wij in onze moderne tijd, wij willen altijd concreet, waar is dan die hemel? Wij willen er een plaats aan geven in ons leven. Maar de hemel is daar waar mensen zijn. Daar is de hemel. Soms maken wij er een hel van voor elkaar, maar dat is menselijk. Maar de hemel is daar waar mensen zijn. Daar is God in ons midden. Jezus gaat terug naar zijn vader, omdat hij zijn aardse loopbaan heeft volbracht. Hij heeft gedaan wat hem opgedragen is. En hij heeft zijn leven daarvoor gegeven. Op het kruis, dat weten we allemaal. Hij is gestorven op Goede Vrijdag, maar op de derde dag verrezen. De leerlingen hebben dat niet beseft en konden het ook niet begrijpen. En toen Johannes en Petrus op die paasmorgen bij het lege graf waren, toen zeiden ze niet, oh, de Heer is verrezen. Nee, ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Maar Jezus is verrezen. Hij is opgestegen naar zijn vader in de hemel, naar datgene wat God hem heeft opgedragen op die 40ste dag. En de 40 is in de Joodse en de islamitische en ook de Joodse, christelijke en islamitische traditie een heilig getal. Het is een getal van de voorbereiding, van de verwachting. Ook de apostelen zijn bij elkaar gekomen na de hemelvaart en zijn toen naar de zaal van het laatste avondmaal gegaan om daar te wachten op de komst van de Heilige Geest. En die is gekomen op Pinksteren. Die heeft de apostelen bezield en de opdracht gegeven. Gaat en onderwijst alle volkeren en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik zal met jullie blijven tot aan de voltooiing der wereld. En deze belofte heeft Jezus waargemaakt. Hij is gekomen en door de Heilige Geest zal hij met ons blijven tot aan de voltooiing der wereld. 40 dagen lang. Het is een tijd van afwachting. Een tijd van voorbereiding. En de apostelen gingen naar Jeruzalem terug. Ze waren op de Olijfberg, waar ze Jezus hebben zien gaan. En zijn teruggegaan. En hebben daar samen met Maria in afwachting gewacht tot de Heilige Geest kwam. En in die tussentijd, moeten we nog even zeggen, maar dat zal bij een andere gelegenheid gebeuren. In die tijd tussen hemelvaart en Pinksteren zal Petrus de leiding nemen, want Jezus is er niet meer. En zegt, kijk, Jezus heeft 12 apostelen gekozen. Eén van ons heeft de groep verlaten, Judas Iscariot. Wij moeten dus een nieuwe vervanger zoeken voor Judas. En die moet aan 3 voorwaarden voldoen. Hij moet Jezus gekend hebben vanaf de doop in de Jordaan. Hij moet Jezus gekend hebben als de verrezen Heer. En hij moet door Jezus gekozen worden. En ze kiezen en ze zoeken en ze vinden 2 personen. Barsabbas en Matthias. En dan zegt Petrus in een gebed: Heer, u heeft 12 apostelen gekozen om in de lijn te blijven met het Oude Testament, waar het volk van Israël bestond uit de 12 stammen Israëls. Wel, één van ons heeft de groep verlaten. Wij hebben een vervanger voor hem gekozen, zoals ook in de psalm vermeld dat een andere nemen zijn plaats in. Wel, wij hebben 2 gevonden. Wij gaan lood en die eruit komt, die geloven wij dat u hem wil als vervanger van Judas. En ze loten en het lot viel op Matthias. En hij werd toegevoegd aan de groep van 12. Aan de groep van 11 natuurlijk. En ze waren weer met 12. En toen het volgende wat dan gebeurt,
Dat is het wonder of het gebeuren van Pinksteren, waar de Heilige Geest die apostelen bezielt en neerdaalt over de apostelen. En dat is het grote feest van Pinksteren, waarin de Heilige Geest eigenlijk zal oogsten wat Jezus van Nazareth heeft gezaaid. En dat is het feest van de Heilige Geest, Pinksteren, op die 50ste dag. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken en het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal herschapen worden. Amen.